Nou, wat we zien is dat het vertrouwen van de mensen in de overheid echt onder het nulpunt is gedaald. En wat nodig is, is dat er nu een zorgvuldig proces op gang komt om dat vertrouwen opnieuw te herwinnen. En daarbij denk ik dat het niet voor de hand ligt dat Lelystad in 2019 opengaat. Ja, nou, je zag eigenlijk al aan de ChristenUnie hoe zij worstelden met dit kabinetsstandpunt. En het standpunt van de coalitiepartijen, dat ze eigenlijk daar heel veel moeite mee hadden. De vraagstelling van de heer Bruins was al, je zag gewoon aan de lichaamstaal van hij vond het helemaal geen goed plan doorgaan. Dus ik denk dat zij goed naar hun achterban hebben geluisterd en toch besloten hebben om voor de kiezers te gaan. Voor hun achterban en voor de belangen op te komen. Wat wij heel erg toejuichen. Het jaartje uitstel is volgens Hoog Overijssel een stap in de goede richting. Maar het actiecomité ziet liever maatregelen die verder gaan. Er moeten hoge vliegroutes gepland worden met volgens het best practice principe. Steil klimmen, snel naar grote hoogte en van grote hoogte in één keer dalen. Daarmee wordt de overlast beperkt. Dat is een modern vliegtuig, een vliegveld wat nu ontwikkeld wordt, zou volgens deze principes ontwikkeld moeten worden. En Lelystad is wat dat betreft een draak.